U kan allerlei figuren tekenen in een cappuccino. Figuren als hartjes en rosetta's zijn een feest voor het oog van uw klanten. We laten u proeven van een aantal creaties gemaakt met Nutroma opschuimmelk. Probeer dit zeker eens in uw zaak. Eerst gaan we een chocoladeroos tekenen in een cappuccino. Deze techniek heet etching. We starten met een cappuccino. Met etching maken we gebruik van chocoladesaus of een andere saus naar keuze. Teken vanuit het midden van de kop een spiraal met de saus. Trek met een metalen pin vanuit het midden van de spiraal een lijn naar de rand van de kop. Veeg de pin schoon en herhaal deze stappen tot je een ster hebt gemaakt. Je maakt de bloem af door in tegenovergestelde richting van de rand van de kop naar het centrum enkele lijnen te trekken. Nu gaan we een pirouette maken in de koffie. We starten met een cappuccino. Teken twee ovalen in de vorm van een kruis. Draai met een metalen pin vanuit het midden van het kruis een spiraal. Smakelijk! Er zijn verschillende figuren die je met Nutroma opschuimmelk kan schenken. Eén daarvan is een hartje. Stoom de Nutroma opschuimmelk op in een kannetje. We starten met een espresso. Neem een voldoende grote kop voor 1/4 gevuld met de koffie. Schenk in het midden van de kop door de crema-laag heen. Schenk als de kop bijna gevuld is in een rechte lijn door de figuur heen om het hartje af te werken. We starten opnieuw met een voor 1/4 gevulde kop espresso en een kannetje opgestoomde Nutroma opschuimmelk. Schenk in het midden van de kop door de crema-laag heen. Als het schuim zichtbaar wordt, beweeg je de kan met regelmatige polsbewegingen heen en weer. Als de kop bijna gevuld is, beweeg je het kannetje langzaam naar de rand. Vergeet niet heen en weer te blijven bewegen. Op het laatst schenkt u in een rechte lijn door de figuur heen om de rosetta af te werken.